Oh, welkom weer bij een nieuwe video les en deze keer gaan we kijken naar opgave 8 van het oefen en -SO. Deel de volgende materialen in, in de klasse geleiders en isolatoren. Nou, ten eerste moet je natuurlijk even weten wat is nu een geleider en wat is een isolator. Oh, isolator. Uh, een geleider is een stof waar elektrische stroom makkelijk of goed doorheen gaat. En even samengevat, geleiders zijn eigenlijk altijd metalen. Er zijn een paar uitzonderingen, maar daar houdt het wel mee op. Dus geleiders zijn metalen. En isolatoren zijn in het algemeen dingen die niet van metaal zijn. En nu is alleen de grote vraag: weten jullie wat metalen zijn? Nou ja, metalen dat zijn altijd die leuke glimmende dingetjes. Zoals waar je uh, weet ik wat, een uh, vork van maakt. Vorken zijn leuk. Um, maar. ja, En isolatoren, dingen die dus niet van metaal zijn. Bijvoorbeeld een glas. Heb je weer iets zoals een blikje. Nou ja, laat ik geen reclame maken. Heb je zoiets als een blikje zoals dit? Dit bestaat voor het grootste deel uit. Metaal. Maar de verf die erop zit, is niet van metaal. Dus afhankelijk van waar je het draadje aansluit, zal zo'n blik wel of niet elektriciteit geleiden. Goed, gaan we het rijtje even af. Uh, dan hebben we de keuze uit glas. Nou, glas is geen metaal. Dus dat is een isolator. Ijzer is absoluut een soort metaal, Glijdt dus elektriciteit. Koper Hetzelfde. Zilver noem ik ook zeker een soort metaal. Goud, oe, perfect soort metaal. Glijdt heel goed, glijdt heel goed warmte trouwens ook. Zit in allerlei dure apparaten omdat het zo goed werkt. Of kabels die gewoon tien keer te duur zijn voor wat ze zeggen te doen. Um, dan hebben we natuurlijk nog plastic. Plastic is niet van metaal gemaakt, hoewel er stiekem een paar plastics zijn die wel elektriciteit geleiden. Maar dat hoef je op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen. Plastic in het algemeen geleid. Slecht is een isolator. Uh, hout. Nou, probeer maar elektrische stroom door hout heen te krijgen kijk je niet lukken. En hetzelfde geldt voor een stuk katoen. Dit was een snel rijtje met dingen indelen. Ik ben Jan Willem van voorbitter.nl. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer. Uitknop uitknop.